Ik zal eerst mezelf voorstellen. Ik ben Nettie Sommers. Mensen die mij niet kennen, de meesten kennen mij wel. Maar ik ben gestart in 2016 en in juni 2020 ben ik samen met Earl Kerjager, waar wij om de beurt presentaties mee doen, zijn we samen de leiders geworden van Nederland met nog een paar mensen die ons ondersteunen. Dat is gewoon heel fijn. En wij hebben rechtstreeks contact met het bestuur van Skyway. En daar horen wij de laatste officiële berichten. Er zijn ook wel onofficiële berichten, maar wij brengen ze pas naar buiten. Zodra we weten dat het echt officieel is. Maar ik zal eerst ook even kijken dat ik het op ga nemen. Dan moet ik Earl help. Ik zie even de opnameknop niet. Even kijken. Ik geloof dat ik hem heb. Nee, dat is je niet. Kun je me helpen? Kun jij hem opnemen? Kun je jij hem neerzetten dat je opgenomen kan worden? De opname loopt, sorry. Als ze terugluisteren. Dan zie ik dat ding nou niet. Nou, Earl, ik hoop dat jij het hoort. Dat je in ieder geval, dat jij hem opzet om op te nemen. Dan ga ik nu verder met de presentatie, want daar gaat het om. In 2016 ben ik dus begonnen. In 2020 zijn wij verder gegaan met het bedrijf Skyway te promoten. En daar ga ik u nu wat meer over vertellen. Het gaat dus vooral om het milieu. Het milieu is heel belangrijk, de CO2-uitstoot. U weet het tegenwoordig, de gevaarlijke stoffen die in de lucht komen. Voorheen was het een stoomtrein, maar nu de gewone treinen stoten ook allemaal verschillende slechte milieustoffen uit. Ook de industrie, de auto's, alles. En er moet iets aan gedaan worden. Want niet alleen in Nederland, heel de wereld is het gewoon een groot probleem om er iets aan te doen. En de heer Anatoly Janinski heeft dat gewoon 40 jaar geleden al gezien. En toen is hij daarmee begonnen. En tot op de dag van vandaag is hij er nog steeds mee bezig. En hij heeft een heel geweldig systeem ontwikkeld. Wie is hij dan? Dit is hij. Linksboven ziet u het. Zo ziet hij er nu uit. In het midden was het in zijn jonge jaren. Ook toen was hij er al mee bezig. En rechts naast het midden ziet u een vrachtauto die op rails rijdt. Dat is zijn eerste project geweest. Hij wilde de auto of al het vervoer niet op de grond hebben, het eerste niveau zoals hij het noemt, maar in de lucht, op het tweede niveau. En daar is hij verder op gaan werken, alles aan het uitwerken. Dat is mooi. Dat heeft hij heel veel jaren gedaan in bedrijven. Hij is lid van de Cosmonautische Federatie van de USSR, maar vooral is hij nu uitvinder en designer, auteur van Janinski Stringtechnologie. En dat is waar wij het hier nu over hebben. Verder is hij auteur van uitvindingen, monografieën. Hij is onderscheidingen gekregen en van alles. En het milieu, daar was hij mee bezig. En de voordelen om in de lucht te bouwen is gewoon dat het extreem minder ruimte gebruikt. Mijn internet is heel traag, zie ik. Vervelend. Maar om te bouwen, een weg bouwen, dan heb je heel veel grond nodig en heel veel asfalt en allerlei materialen. Maar doordat je in de lucht gaat bouwen, heb je pilaren en die pilaren die hebben weinig grondverbruik en die zijn in de lucht. Dus heel dat stuk tussen pilaren, die hebben geen grondverbruik of grondverzet of wat dan ook nodig. Dus er hoeft geen harde weg gemaakt te worden en kan de natuur verder leven. En dat ziet u hier ook op deze plaatjes. Dan ziet u alle wagons of containers of wat dan ook zijn in de lucht. Middenonder ziet u een container op een ponton. Dat plaatje in het midden boven ook ziet u weer andere vervoermiddelen. Er is hier voor passagiers ontworpen, maar ook voor de industrie. Dus alles kan van de weg af. Files worden opgelost. Dat is gewoon heel fijn. Want alles is erop georiënteerd op het verkeer eigenlijk beter te laten gaan van A naar B. En het is zelfs zover dat ze studenten hebben die hierop afgestudeerd zijn op de universiteiten. Want men geeft op universiteiten ook les. Ook in Minsk of in de Verenigde Arabische Emiraten is zelfs ook het ecohuis wordt daarvoor gebruikt. En dan zeggen mensen, ja maar, dat bestaat al lang. Ja, dat klopt. In Duitsland zijn de pogingen ondernomen en ook in China. Maar dat verschilt niet met de gewone tram, alleen hangt die in de lucht met de wielen aan de bovenkant. En ook in de kabelbaan, in de bergen, wordt gezegd, ja, daar met skiën
zitten wij ook altijd in een kabelbaan. Dat klopt wel, maar dat is een kabelbaan. Het woord zegt het al. Dan wordt een wagon voortgetrokken met een kabel. Die hebben geen motor. En de wagons van Jyninski String Technologie, die hebben een motor. Een eigen motor waar ze hun eigen energie mee opwekken. Bovenste plaatje ziet u de wagon, de High Speed Unibus, Uniflash wordt die voortaan genoemd. En die stond op de beurs in Berlijn. Daar hebben we hem voor de eerste keer gezien in 2019. En onder ziet u de plaatjes, links onder de Unicar. Die wordt constant getest in verschillende modellen op het park in Minsk en in de Verenigde Arabische Emiraten. In het midden ziet u een transportband en rechts een Unitruck. Dat zijn verschillende modellen al die voor de industrie zijn. Maar hoe wordt dit gebouwd? Als je dan kijkt, normaal als een weg gebouwd wordt, dan wordt die van A naar B wordt een weg geëgaliseerd. Dat wil zeggen dat de dieren die in het water leven of in de bergen, die leefomgeving is weg, die verandert. En dan komt daar een meerlaagse 2 meter brede spoorstructuur opgelegd worden, de fundering voor de spoorstructuur. En dat is 2 meter voor één kant, maar heen en terug is 2 x 2 meter. En daarop worden dus de rails gelegd en die rails die zorgen dus dat er heel veel grondoppervlak bewerkt wordt. Als je dan kijkt met Jyninski String Technologie, dan ziet u daar pilaren. En normaal met een viaduct worden brede palen gemaakt, maar er zijn geen brede palen nodig, geen brede. Het kunnen met smalle palen. En die steunen, die ondersteunen dan de string, de rail, waar ze een kabel dus overheen trekken van A naar B. Die wordt strak getrokken, wordt aangespannen. En die wordt dan vastgezet in een eindstation. Dat kan een station zijn, maar het kan ook op een andere manier vastgezet worden. Dat maakt niet uit. En door die string die strak getrokken wordt, daar overheen kan een wagon gaan. Dat kan een doorgezakte rail zijn, maar het kan ook een harder rail zijn waar een ijzer omheen gaat, een ijzeromhulsel. En dan krijg je dus de stijve spoorstructuur. Dan is je niet meer doorgebogen. En dan ziet u hier een plaatje van. Dan heeft u die ijzeren omhulsel, ziet u dan, en daarin zitten de strings. En dat zorgt dat het heel erg sterk wordt. En die string die zit weer in een polymeeroplossing, een soort cement, en daardoor kan het niet roesten. En daardoor is er ook heel weinig onderhoud nodig aan zijn spoorstructuur. Want de bovenkant wordt ook bewerkt als een wagon er overheen gaat, dat daar een blaasinstrument op zit die constant die rails schoonblaast. Dus dat is al heel mooi. En ontsporen kan ook niet, want u ziet ook de rail links op dat plaatje. De motor met de wielen zit boven op de rail, op de string. En in de oranje rondjes ziet u ook nog cirkels en die houden de wagon op zijn plek. Ontsporen is onmogelijk. Maar om de belasting van de spoorstructuur te verminderen, kan men nog verder gaan en doet men in plaats van één lange trein, kan men verschillende wagons loskoppelen. Dat gaat ook veel sneller, want dan kan elke 10 seconden kan er zelfs een rijtuig gaan rijden. En dat scheelt heel veel voordat een lange trein volgepakt is met mensen. Of er stappen 2 mensen in, hup weg. Volgende 2 mensen stappen al in de volgende die klaar staat, hup weg. Het kan heel snel. Ze hebben een eigen snelheid aan, een eigen structuur. En ieder heeft een eigen zitplaats. Dus dat is gewoon heel mooi. Het is helemaal ontwikkeld. Hier ziet u, de wagons kunnen ook in een flat. Men kan in een flat een opstapplaats maken voor een station. Dan hoeft de fundering hoeft helemaal niks te leiden, want voor een flat en na een flat plaatst men zijn paal, zijn pilaar. En de rail wordt door een onderdeel van een flat heen getrokken. En dan kan die wagon kan gewoon stoppen in de flat. Men kan in- en uitstappen en men kan weer verder reizen. Dat is gewoon heel mooi. Voor de toekomst kan er zo in elk flatgebouw overal een station gemaakt worden. En dat is voor heel veel mensen mooi dat ze in huis in kunnen stappen. Men kan het ook bouwen op plaatsen waar het heel moeilijk is met drones. Vliegende drones hebben ze. Dus ook een weg of in moeilijk begaanbare bergen of in zee hoeft men niet bepaalde werkzaamheden te doen om te zorgen dat daar zware machines naar boven gereden kunnen worden. Want de drone die kan vanuit de lucht bouwen.
Die kan op dit moment iets van 750 kilo al dragen. Maar dat gaat tot 1500 kilo, is het berekend. En dat kan men allemaal attesten, want Skyway heeft ook een eigen vliegveld waar ze het kunnen testen. Op een eigen vliegveld waar niks anders geen vliegverkeer is. Hier zie je dat er drie verschillende soorten rails zijn. Dat is de doorgezakte rail. Die heeft dus een minder stijve omhulsel, maar overal zit de kabel in die soort cementlaag en zit er een omhulsel overheen. Rechts ziet u het plaatje hoe smal, hoe klein dat de doorgezakte spoorstructuur is. Nou, u kunt het vergelijken met een bril. Het is gewoon smaller als een bril, maar kan een wagon gewoon aanhangen. Het is super, super sterk door die rails die getwist zijn die erin zitten. En dan heb je de enkelvoudige spoorstructuur, de stijve, en de dubbele spoorstructuur. De dubbele spoorstructuur kan een rail over de rail een wagon overheen en kan er eentje aanhangen. Dan kan die dubbel gebruikt worden. Hier ziet u het plaatje ook nog dat die voorgespannen snaren zitten in de rail. Dus dat is ook heel mooi. En de windrichting is heel goed. Het energieverbruik van een wagon, u zag dat net, de Unibus of de Highfles, die heeft een punt voor en een punt achter. Als je bij een auto kijkt, als die getest wordt en een wind moet er overheen, dan gaat er makkelijk wind overheen. Maar eronder gaat niet, want daar zit de auto op de weg en dan kan er niet alle wind onderdoor waar die tegenaan komt. En achter een auto krijg je een windcirculatie. Dat is bij de Uniflash niet. Dat ziet u rechts op het plaatje. Dan ziet u de Uniflash, die heeft voor en achter de punt. En de wind kan er boven en onder overheen, er is totaal geen windcirculatie. Dus de Uniflash heeft geen last van de wervelingen die een auto wel heeft. Dus dat is gewoon heel mooi. Daardoor win je ook heel veel energie die niet verbruikt kan worden, onnodig verbruikt kan worden. Dit is de Uniflash die al in Berlijn is geweest en die wordt nu constant getest in Minsk, maar ook, er is een nieuw model uit die nog verbeterd is. En die wordt ook getest in de Verenigde Arabische Emiraten. Deze wagon en spoorstructuur, die kan tegen een temperatuur van plus ongeveer 55 à 60 en min 55 à 60. Men kan dus in warm en koud klimaat alles testen. Dat is gewoon heel mooi. En alle voertuigen hebben specifieke aerodynamische eigenschappen. En hebben automatisch geautomatiseerde controles. Hiernaast zie je de twee voertuigen met het aantal mensen die erin kunnen. En als ze allebei een afstand van 100 kilometer afleggen met de snelheid die ze zelf kunnen. De linker met de 14 personen kan tot 150 kilometer per uur. En de rechter met 6 personen erin, die kan tot 500 kilometer per uur. En dan ziet u dat de ene 0,12 liter nodig heeft per persoon en de andere 0,93 met 500 km per uur. Dus dat is zeer, zeer weinig als je het vergelijkt met onze huidige vervoermiddelen die we nu hebben. Maar alvorens de markt betreden moet worden, moet elk voertuig getest worden. Het wordt aan vele tests onderworpen. En dat is gewoon heel erg belangrijk, maar ook heel erg lastig om daar goedkeuringen voor te krijgen. En hier ziet u een aantal van die goedgekeurde formulieren. Dit is nog niet 1/10 van wat er is, maar heeft Skyway voldoet er allemaal aan. En in 2019 zijn ze zelfs een van de experts geweest in een VN-programma voor duurzame ontwikkeling. Je kunt dit ook allemaal terugvinden op de site van Uninsky, de rswsystems.com. En ook in 2018, op 16 februari, zijn ze lid geworden van de internationale organisatie voor transportbedrijven. Ze zijn lid geworden van de International Association of Public UITP. En 96 landen doen daarin mee en 1400 transportbedrijven zitten hierin. En daar is Uninsky ook toegelaten met zijn string transport. Heel mooi. Maar mensen die technisch zijn, die willen meer weten. En dat staat ook allemaal in het account. Als je je eigen account hebt, dan kun je dat allemaal terugvinden, alle technische rapporten. Voor de meeste mensen begrijpen er niks van, maar techneuten kunnen hier hun hartje ophalen. En wij kunnen hier lezen. Hier wordt gewoon in gewone mensentaal verteld wat er gedaan is, wat de ontwikkelingen zijn. En ja, dat is ook gewoon heel interessant om te lezen. Dat is ook allemaal te vinden op de site.
Dit zijn de modellen. Rechts ziet u alle modellen getekend in de computer. En links ziet u dat ze ontwikkeld zijn en ook echt rijklaar zijn. En getest en gecertificeerd. Dit zijn allemaal modellen die gecertificeerd zijn en waar patent op is. En dat is heel belangrijk, hè? Patent op voertuigen. Hier ziet u nog een aantal voertuigen. De bovenste twee zijn dus nog voor passagiers en daaronder is voor de industrie. En de bovenste van de passagiers kan tot 150 km per uur. En die eronder is de Uniflash en die kan tot 500 km per uur. Alle industrievoertuigen tot tussen de 80 en 120 km. En dat ziet u hier bij de bovenste. Dat is de Unitruck en de Unicont, sorry. En die kan containers vervoeren, staand of hangend. En rechtsboven met de blauwe ziet u het plaatje die is getest. Dit is een foto van een test uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dus ook in warme temperaturen is hij al getest en daar is sinds kort een certificaat van. En nu moet de lange nog getest worden. Dit is een kleintje, maar de lange die kan niet op die lichte spoorstructuur. Die moet op de stijve spoorstructuur. Dus zodra die stijve spoorstructuur is aangelegd, kan daar verder getest worden. Dan daaronder ziet u nog een Unitruck en een Unitransportband. En helemaal links ziet u ook nog een ander soort van vervoer. Die hebben wij gezien toen we de laatste keer in het testpark waren in Minsk in 2019. Wat het is, weten we nog niet. Maar wij zagen toen dat dit ook een keer op en neer ging. Dus dat was toen nog, denk ik, heel geheim. Maar wij hadden het per ongeluk gezien. Als je dan verder kijkt naar de containervervoer, wat het voordeel is. De bouwkosten. Skyway, een klein beetje bouwkosten. Maar als je de trein en de vrachtwagen kijkt, er wordt meer. Maar de milieuvervuiling daarnaast, dan zie je een vrachtauto hoeveel milieuvervuiling in verhouding tot Skyway. En als je dan het plaatje ziet rechts en dan vergelijkt met wat nu komt, de plaatjes met het containervervoer van Uninsky String Technologie, dan ziet u dat de twee onderste plaatjes in het midden een heel ander beeld geven. Het onderste plaatje in het midden is in een fabriek. Daar hoeft dus geen chauffeur meer bij. Men kan pallets in een wagon zetten en via de blockchain kan men de wagon heen sturen naar de plaats van bestemming. Hier ziet u een test op het park in Minsk. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe zit het nou als daar wel iets kapot gaat? Dat kan altijd. Dat kan, hebben ze rekening mee gehouden. Elke wagon heeft bovenin aan het begin en aan het eind een soort koppelmechanisme zitten. En er kan altijd een volgende wagon aankomen en die kan de wagon die kapot is gevallen, die kan hem aankoppelen en naar het volgende station brengen. Dus dat is gewoon heel, heel mooi. Beetje achteraan op de foto ziet u nieuwe ontwikkelingen. Daar kan ik nu nog niks van zeggen, maar zaterdag, als u zaterdag komt luisteren, in Oostenrijk zijn we dan, daar kan ik u meer over vertellen. Ik heb foto's, maar die heb ik hier nog niet in staan. Dus kom alsjeblieft. Dan ziet u heel veel meer. En dit is een foto die ik gemaakt heb in Minsk, ook in 2019, met bovenin dus de Uniflash, die tot 500 km per uur kan. Die reed toen 20 à 30 km de hele dag op en neer. En onderin mochten wij in zitten en dan mochten we mee reizen. En dat hebben we natuurlijk ook gedaan. Er zijn twee prioriteitsrichtingen. Eén voor personenvervoer en de andere is voor de industrie. En dan heb je de lopende banden, je hebt de containervervoer. Alles voor industrie is men aan het doen en dat heeft best wel een goede, snelle prioriteitsontwikkeling. Ook het geluid, wij hoorden ze bijna niet, maar als een wagon wat harder ging, kon je wat geluid horen. En dat hebben ze nog beter weten te absorberen. Met, als je rechts ziet op het bovenste plaatje, ziet u van die rondjes bovenin. Daar zit nog een soort absorbatielaag tussen, zodat het geluid nog veel beter naar beneden gehaald kan worden. En ook in de motorruimte kan nog wat geluid naar beneden gehaald worden. En in het onderste plaatje ziet u dat ze ook nog wat meer hebben kunnen doen met de trillingsisolatoren die daartussen zitten. Dus ze hebben op alle mogelijke manieren hebben ze toch nog het geluid naar beneden weten te halen door in de materialen nog meer te ontwikkelen. Hier ziet u het een beetje groter. Dan ziet u dus daarbovenin ook dat de elektrische dingen die er allemaal in zitten. En hier zit blijkbaar een elektrische spanning op van 1000 watt. Gigantisch veel. We zijn op de Innotrans geweest. Dit zijn plaatjes van de Innotrans in Berlijn. En dat is heel mooi. De onderste linksonder ziet u mensen van de plaats op de beurs tegenover de Skyway stand.
En die keken naar het rechterplaatje onderin, naar de Skyway stand. Dit is even een plaatje, een foto waar niet zoveel mensen in waren. Maar we hebben foto's waar het verschrikkelijk druk is op de stand. En dat ziet u rechtsonder. Het was zo verschrikkelijk druk. Die mensen begrepen er helemaal niks van. Want in hun stand was niemand. En we hebben ook een filmpje gemaakt. Dat kan ik hier niet afspelen, jammer genoeg. Moet ik nog even uitzoeken hoe het moet. Maar hier in deze wagon mochten wij inzitten. Mochten we helemaal bekijken. Er zitten schermpjes voor je. Kun je de stoel helemaal mee instellen hoe je wilt. Je kunt een filmpje kijken. Je kunt zien waar je heen rijdt in welke omgeving. Het was gewoon heel erg mooi. En hier zagen wij ook de motor. Als je dan vergelijkt met de hand van die man. Hoe groot dat de motor is. Dan zie je dat het een hele kleine motor is. Hier zit patent op. Daar kun je dus niet in kijken. Maar erin zit dus het geheim waar patent op is. En hier zien we de wielen op de spoorrails. Doordat er een ijzer op ijzer is, dan geeft die een hele goede geleiding. En daardoor is de verbruik minimaal van de energie die nodig is. En de rail zelf heeft een gegarandeerde duurzaamheid van 100 jaar. En dat komt omdat de snaren die erin zitten totaal niet kunnen gaan roesten. En de polymeeroplossing houdt het sterk. En de wagon, die hebben blazers. En die blazen altijd de rails schoon voordat de wielen eroverheen gaan. Zodat het altijd een mooie schone rail blijft. Wat zijn nog meer voordelen? Vooral de hoge efficiëntie. De lage schadelijke gevolgen voor het milieu, want dieren kunnen hier heel vrij leven, want die worden niet meer doodgereden. De hoge mate van veiligheid in het personen- en in het vrachtvervoer. Het is allemaal bestand tegen mist, sneeuw, stof en zandstormen, vooral belangrijk in de woestijnen. Het is betrouwbaar bij alle extreme temperaturen, want ik heb het daar gezegd, hij kan van min 60 tot plus 60 graden, kan niet tegen, is goedgekeurd. En bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En de milieuvriendelijkheid is ook gewoon heel groot door de verhoogde route. Is de biodiversiteit in natuurgebieden heel erg goed. Want er wordt geen groot, maar ook geen klein dier of insect doodgereden. Alle trekroutes van groot tot kleine dieren worden niet geblokkeerd. Hier heb ik een mooie foto tussen zitten van een plaats in Nijmegen. De toegangsweg naar Nijmegen. Earl heeft die gemaakt. Die kan met zijn systeem wat hij test voor Adva Hunter. Kan hij een foto maken van een werkelijke omgeving. En dan daarin een rail plaatsen van Skyway Mininsky String Technologie. Links ziet u dus een container. En rechts ziet u passagiersvervoer. Als dat straks kan, dan kan die vrachtauto weg en ook heel veel van die auto's op de weg, die kunnen dan weg. Dan zal het lekker rustig worden op de weg. Maar het is gewoon heel mooi. Hij is een van de testers van dit systeem. En hij kan dit verder mee ontwikkelen. En daardoor weten wij dat dit kan. En hoe mooi dat is. Hij komt eerdaags met iets nieuws. Dus ik ben ook weer benieuwd. Dan hebben we hier het park. Wat Juninski kreeg, de heer Anatoly Juninski, in 2015. Het was een oud militair vervuild terrein. Daarom moest het eerst afgegraven worden, schoongemaakt. En ze zeiden, jij kunt alles voor het milieu doen. Je zegt dat het goed is, nou bewijs maar. Dat heeft hij gedaan, want het volgende plaatje ziet u hoe het er nu uitziet. En dan ziet u ook die vijver, als u het linkerplaatje kijkt, bovenin is de vijver heel anders als het rechterplaatje. Hij is ook daar bezig met het milieu in het water. Hij heeft daar vissen zwemmen die verschrikkelijk groot zijn, hij houdt zelf van vissen. Maar hij heeft aan de rechterkant is een soort landbouwgedeelte ontwikkeld. Helaas hebben wij dat niet meer kunnen zien, omdat we vanaf 2019 niet meer konden reizen. En daar dus niet konden gaan kijken. Maar op het moment als we daar weer naartoe mogen, dan gaan wij gigantisch veel zien. En dit zijn kantoren van binnen en de buitenkant. Sinds kort zijn ze in een nieuw kantoor. Eerst was er een kleiner kantoor, maar nu is er dit grote kantoor. En dat hebben ze sinds kort betrokken. En de oppervlakte van het kantoor is ongeveer 10.000 vierkante meter. En op dit moment werken tussen de 800 en 1000 mensen in verschillende functies, verschillende afdelingen. Het is gewoon gigantisch groot. En dit zijn de fabriekshallen. U ziet het blauwe linkerplaatje, dat is de allereerste fabriekshal met het witte gedeelte, het allereerste kantoor.
En de pijl links bij het gebouw wat ernaast staat, dat is afgebroken, hebben ze rechts een groter, hoger gebouw van 3 verdiepingen van 9,5 meter groot, hoog, hebben ze daar gebouwd. Dus dat is echt gigantisch groot geworden. Dat is een van hun fabriekshallen. Ze hebben er nog eentje meer. Ik geloof dat ik daar dadelijk ook nog een foto van heb. Dit is het park, de verschillende modellen die daar allemaal getest worden. Alle verschillende rails zijn er. En alle verschillende modellen worden getest om allemaal gecertificeerd te worden. En er gaat geen wagon de deur uit die niet getest is. Dit is alles voor de Emiraten. In de Verenigde Arabische Emiraten moet ik zeggen. Dan ziet u rechts onder het houten huis wat nu gebouwd is. Daarboven ziet u de tekening van een maquette. De afbeelding van een maquette. Hoe ze wilden dat het ging worden. En daaronder ziet u hoe de houten huis is geworden. Toen het er nog kaal was, nog geen planten op stonden. Inmiddels zijn er hele mooie planten bijgezet. De rondonde hebben ze nu inderdaad gemaakt. Dus dat is gewoon heel mooi. Het is heel groot geworden daar. En de eerste lijn van 400 meter is ook klaar. En daar wordt al een hele tijd, al bijna een jaar denk ik, getest. Dat is, achterin ziet u een station, dat is nog niet klaar. Linksonder ziet u het station toen het klaar was. Maar daarachter wordt het nog gebouwd en men was al tijdens de bouw, was men wagons aan het testen. Is eerst vanaf het station tot de eerste pilaar is 100 meter, tussen de pilaren is 200 meter en dan weer 100 meter naar de andere kant van het station. En zo is constant op en neer getest om aan alle milieu- en vervoereisen te kunnen voldoen. Dit zijn een paar modellen. Dit u ziet een huisje en een wagon. En sinds 2014 ontwerpen en bouwen ze en certificeren ze elektrische gepatenteerde systemen. En onlangs hebben ze begin 2021 aangekondigd dat ze overgaan van de ontwerp, test en certificeringsfase naar serieproductie en open commerciële verkoop. En daar zult u ook al wel wat van gemerkt hebben, want men is CNN en andere milieu of nieuwszenders die hebben al heel erg erover gepromoot. Als we dan kijken dat het belangrijkste zakelijke voordeel voor de marktkosten, want daar gaat het eigenlijk om, begint bij 1 miljoen kosten dollar per kilometer. En dat is minimaal 3 tot 5 keer lager dan de kosten die men nu heeft. Maar ik heb straks nog wat uitleg dat u precies ziet hoe het is. Daar kom ik straks verder op terug. Door het gebruik van elektrische stroom, het onbemand rijden en energiebesparende ingebouwde apparatuur zijn deze geruisloze elektropods het vervoermiddel wat bijna geen impact heeft op het milieu. En dat is een speciaal systeem, een PTS-technologie. En de transportsystemen van Janinski vallen daardoor ook op door hun makkelijke manier van vervoer en de concurrerende bouwkosten. Ze worden ook steeds meer gezien als efficiënte en innovatieve ontwikkeling en ze zijn helemaal klaar om ergens gebouwd te worden. En dan ziet u hier links een plaatje dat het echt getest is in de koud klimaat en warm klimaat. De toekomst van Dubai, die zijn er heel blij mee, want het voldoet aan hun mobiliteitsbehoeften. En dit systeem vereist minder land en minder infrastructuur dan de normale vervoermiddelen die ze op dit moment gebruiken. Hier hebben we de vergelijkingen. In Europa bedragen de gemiddelde kosten voor de aanleg van een hoge snelheidsweg ongeveer per kilometer 30 miljoen dollar. Plus een jaarlijks onderhoud wat op 100.000 dollar komt per kilometer. Hè? Als je dan kijkt naar de Hyperloop technologie, de constructie ervan wordt nu geschat op zeker 50 miljoen per kilometer. En die is nog maar in de conceptfase. Men heeft het berekend. En we weten allemaal wat berekend is. Er moet altijd geld bij. Het gaat meer kosten, nog meer kosten. Maar als je kijkt, 50 miljoen per kilometer. En Janinski stringtechnologie kan gaan bouwen, beginnend bij 1 miljoen per kilometer tot 10 miljoen per kilometer. Dan hebben we een kostprijs van ongeveer 5 miljoen gemiddeld, om dan even te zeggen. Dan zal dit hele vervoer overal fundamenteel gaan veranderen. Want men gaat nergens 1 kilometer aanleggen. Het zijn kilometers die aangelegd moeten worden. Dit gaat over zo verschrikkelijk veel geld. En daardoor ook zo verschrikkelijk veel geld wat ze kunnen besparen. Heel veel landen hebben inmiddels al handtekeningen gezet. En ik denk dat we dat binnenkort officieel gaan horen. Dan hebben ze ook nog samenwerking met verschillende partners. En ik kom veel in België. En mensen weten en kennen allemaal het bedrijf, Bekaert. En die heeft een contract met Skyworld gesloten om
alle bekabeling te leveren. Dus de kabels, de voorgespannen draden die in die polymeeroplossing liggen, die in dat ijzeren omhulsel zitten, die worden allemaal door Bekaert geleverd. En hier ziet u een plaatje dat het in de woestijn ligt, dus bij de Verenigde Arabische Emiraten. En zo hebben we ook foto's die ik hier nu niet bij heb staan, dat ze ook in Minsk liggen. Ze hebben al vele kilometers aan materiaal geleverd. Geloof dat maar. Hier ziet u dat de... Ik denk dat ik er eentje overgeslagen heb, want ik moest een keer klikken dat je niet deed. Even terug. Ja, hier een plaatje van je Minsk stringtechnologie. Dan ziet u dat deze... zitten allemaal deze plaatjes op die rollen. En dan ziet u rechtsboven je Minsk stringtechnologie staan. En links dat de firma Bekaert dat dus levert. En hier ziet u de plaatjes op die rollen allemaal. Heel veel verschillende rollen worden er gebracht. Als we dan praten over de samenwerking, dan ziet het bedrijf Baflek, heeft ook een contract met hun gesloten. En die zorgt dus voor alle verlichting, alle noodverlichting en alle andere verlichting die nodig is om een veilig materiaal te kunnen gebruiken. En een ander bedrijf, Voestalpin, die levert de hoogwaardige geharste en gewalste staal. Ook een heel groot bedrijf, zit in 50 landen, heeft 500 kantoren wereldwijd, meer dan 50.000 mensen in dienst. En in het boekjaar 2018-2019, nog in een normaal jaar, hadden ze een omzet van 13,5 miljard ruim. En een bedrijfsresultaat van 1,5 miljard. Zo'n gigagroot bedrijf onderzoekt een bedrijf als Skyway heel goed. Hebben ze ook gedaan. En zij werken ook samen met BMW, Audi, Jaguar en Volvo. En die willen hun naam niet bezoedeld hebben. En die hebben zelfs een bezoek gebracht aan het park in Minsk. Om daar te gaan kijken wat het is. En ook aan de fabrieken. Om gewoon te kijken, willen wij met dit bedrijf samenwerken? En ze zijn ermee samen aan het werken. Dat wil gewoon zeggen dat we goedgekeurd worden door de beste bedrijven van de wereld. En waarom zouden wij investeren in het bedrijf Skyway van Juninski String Technologie? Nou, wij hebben de mogelijkheid om dit bedrijf te ondersteunen via crowdfunding met een financiële bijdrage. En we krijgen daar een klein beetje een tegenprestatie voor terug. En dit bedrijf is zo goed en daarom investeren we erin, omdat dit bedrijf zorgt voor een veel beter milieu. Ze hebben ook veel minder land nodig als een gewone weg aanleggen met dit systeem. En het milieu wordt beter, onze luchtkwaliteit wordt beter en de dieren kunnen veel beter leven. En dit zal echt veel en veel beter zijn voor mens en dier. Wat voordelen? De bedrijfskosten, die bedragen zeker minder dan de helft, om het even heel makkelijk te zeggen. De elektrische voertuigen verbruiken ook veel minder energie. Het is aanzienlijk goedkoper om te bouwen, ook om te exploiteren dan de Hyperloop en de monorail. En door andere energiebronnen erbij te gebruiken, kunnen ze ook hun ecohuizen straks zonder aansluiting op gas laten draaien. Hoe mooi is dat? Over ecohuizen kan ik nu niet meer uitweiden, want dan kost het me te veel tijd. Ik moet toch binnen een bepaalde tijd dit allemaal verteld kunnen hebben. Maar kom naar de presentatie aanstaande zaterdag in Oosterwijk en daar kunnen we u meer vertellen. Als de bouwkosten 3 tot 5 keer lager zijn en dan de mogelijkheid is om de ISO-containers te vervoeren met een snelheid van 120 km per uur en dat ze dan maar als vervoer maar 1 cent vragen per ton kilometer wat een bedrijf wil vervoeren, dan is er geen concurrent die hierin mee kan draaien. Ze hebben ook geen dure terminals nodig, laten lostijden worden aanzienlijk verkort en de belangrijkste logistieke problemen worden opgelost. Dit gaat dadelijk zo fijn zijn voor heel veel grote bedrijven. Hier kan ik even vertellen dat in Europa de gemiddelde kosten voor aanleg van een hoge snelheidsweg 30 miljoen bedragen en jaarlijks onderhoud 100.000 is. Maar de Hyperloop 50 miljoen is. Dit plaatje heb ik dus al een keer meer laten zien. Zit er dubbel in. Had ik vorige keer gezegd eruit te halen. Heb ik vergeten. Zit er dus nu nog een keer in. Dus gaan we even verder. Mensen vragen dus, kan ik hierin participeren? Ja, een geweldig bedrijf mag dus een plaatje met vergelijking dubbel in zitten. We zitten in fase 14.2, we zijn bijna in fase 15. En bijna aan het eind, mensen die willen investeren, die kunnen dat nog maar in 5 of 6 maanden doen en geen 10 maanden meer. Omdat wij zien dat het gewoon niet lang meer duurt of dit systeem is aan de wereld gepresenteerd. En we verwachten dat wij, Earl en Ines en ik, gaan eind van de maand een bezoek brengen aan Dubai. Dan mogen wij daar gaan kijken in het park.
en op de expo. En waarschijnlijk zullen wij dan veel meer weten. Dus op de volgende presentatie die we daarna hebben in Tholen in Zeeland, zal helemaal veel nieuws komen. Dus wij gaan de komende tijd jullie heel veel nieuws vertellen. Verder de voordelen. Het transport beweegt zich boven de weg, boven water. En zonder dat de vissen of de dieren op het land, of de vissen in de zee, verstoord worden. Het kan overal geïntegreerd worden. Het neemt heel weinig ruimte in beslag. Bergen, bossen en water zijn totaal geen obstakels. Het middelste plaatje rechts, daar heb ik op aanstaande zaterdag ook een heel mooi filmpje van. De vruchtbare grondlaag wordt niet vernietigd. En het is niet nodig om een terrein waterpas te maken. Dat geeft heel veel voordelen. Men kan dus met de drone kan men vanuit de lucht bouwen. En dat wil ook zeggen dat de dieren in de bergen niet verstoord worden in hun leefomgeving. Meer voordelen, hoge efficiëntie, lage schadelijke gevolgen voor het milieu. Heel veilig voor personen- en vrachtvervoer. Bestand tegen sneeuw, mist, stormen, zandstormen. Betrouwbaar bij alle extreme Betrouwbaar bij alle extreme luchttemperaturen en bestand tegen vandalisme en terroristische aanslagen. En het is heel milieuvriendelijk, het vernietigt de vruchtbare grond niet. Als we het allemaal samenvatten, dan wil het zeggen dat het bovengrondse transport van Skyway heel innovatief is. Het is snel, veilig, economisch eenvoudig te integreren en heel erg milieuvriendelijk. Hier hebben we een foto van een plaatje van de heer František links en rechts Maslov. Dat zijn twee van de bestuursleden waar Earl en ik ook heel veel contact mee hebben. En die zijn hier op weg naar het vliegtuig, helemaal ingepakt, ook straks handen en hoofd, om in het vliegtuig te zitten richting Vietnam. En daar hebben ze met verschillende bedrijven gesproken. Ze moesten daar eerst 14 dagen in quarantaine. Toen ze daar aankwamen, was er de verrassing dat ze er geen 14 dagen, maar 2 keer 14 dagen in moesten. En toen hebben ze wel de laatste week een beetje meer bewegingsruimte gekregen in een hotel. De eerste 2 weken moesten ze in een hotel verplicht in Vietnam. Hadden ze geen keuze. De twee weken mochten ze in een hotel naar keuze. Hadden ze iets meer bewegingsruimte, dat ze toch niet alleen maar op de kamer hoefden te blijven. En hebben ze al een beetje op afstand van mensen kunnen praten. En toen ze vrij waren, hadden ze in de laatste week van hun verblijf van 3 weken eigenlijk, hadden ze in de laatste week heel hard te werken om alle afspraken na te komen en alle mensen te spreken die ze wilden spreken, om handtekeningen te zetten, contracten te tekenen, om te gaan berekenen, om te bouwen in Vietnam. Er zijn heel wat contracten getekend. Dit zijn een aantal websites waar je naartoe kunt gaan, waar heel veel te vinden is. Zeker op YouTube zijn heel veel filmpjes te vinden. Dus wilt u iets meer weten, dan kunt u ook mij bellen of Earl. En dan zijn wij altijd bereid om u meer uitleg te geven. Maar ik hoop ook dat ik u waarschijnlijk zaterdag zie in Oosterwijk. Daar hebben we best wel heel veel nieuws, al wat we kunnen vertellen. En heel leuk, ook heel veel foto's en plaatjes. En dan zou ik zeggen, neem anders even een foto van deze sheet. Dan heeft u onze nummers allebei. En dan zijn we altijd bereid om u te woord te staan. Dan wil ik u danken voor uw interesse, voor het luisteren. En wens ik u nog een fijne avond. Tot ziens.